Capelle schakelde een paar jaar geleden nog in de beker MVV uit. Nu dan tegen hun provinciegenoten Rode JC met 6 wijzigingen in vergelijking met de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II. En Rode JC had in feite geen kind aan Capelle. Goeie doorgaan is van Gustafsson. En Danny Shaheen mag er 1-0 van maken. Dat al vroeg in de wedstrijd, 6e minuut van dit duel. Assist dus Gustafsson, Shaheen met de treffer. Inderdaad, verdedigen is niet goed van Capelle. Van Velsen, hier het balbezit is voor hem. Dan dreigt hij wat. En dan ziet hij zowaar Nathan Rutjes vrijlopen. Prima loopactie van Rutjes, die niet heel veel speelminuten in de benen heeft de laatste jaren. Maar dit toch wel. Zeer adequaat doet. Prima treffer, 2-0 binnen het kwartier. Staat Roda JC prettig voor bij Capelle. Stefan! Van Danny Shaheen. Hier de bal naar Mario Engels. En die drukt prima af. Geen kans voor keeper Bradley van der Meer. Dan is de ruststand dus al in Roda-voordeel 3-0. Dat duurt het lang voordat er weer wat te beleven valt. Er zijn wat invallers bij Roda JC in de ploeg gekomen. En een daarvan mag hier de 4-0 binnenlopen. Celestine Jean. Een mooi succesje voor hem. En Capelle gaat dan bij het uitverdedigen weer de fout. Rutjes. En dan weer Jim, die er 0-5 van mag maken. De invaller scoort dus na rust 2 keer. Geen steentje pijn, niks aan het handje voor Rode JC. Een ruime, goede overwinning op Capelle.